broer die zou het eigenlijk eerst over gaan nemen. En, maar die zag uiteindelijk toch vanaf. En toen dacht ik van ja, wat is toch eigenlijk zonde als dat kaasmaak hier ophoudt te bestaan. Dus en ja, zodoende is dat een beetje gaan groeien. Kaasmakerij De Keizershof in Zoeterwoude. Het is 6:30 ochtends. Met haar 6 maanden zwangere buik melkt Trees van Leeuwen 35 koeien. Elke ochtend 6 dagen in de week. Haar werkdag houdt pas om 8:00 's avonds op, nadat de koeien die dag voor de 2e keer gemolken zijn. Kom